plezier. Wil jij dood of zo? Schiet jou dood. Ja, pas nou maar op. Is dat je broer? Ja. Heb je die zelf gemaakt? Ja. Mag ik zien? Kijk. Zit je tegen je schouder aan? Elleboog langs je lijf. Je elleboog zet je op je knie. Kijk je door je vizier. Zoek je target. Als je hem hebt, ga je rustig je trekker over. Ja? Ja. Ja. Succes. Hey, op blijven letten. Kom eens hier. Je broer is hier. Hou je dekking. Kijk. Als je niet oplet, gaan we daarheen. Zoeken we een betere positie, oké? Oké, go, 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 go. Hey, blijf in je dekking. Vijf, vier, drie, twee, één. En nou zijn wij aan de beurt. Oké? Okay? We gaan hem snel pakken voordat hij ons verraadt, ja? Oké. Okay. Jij geeft mij rugdekking. Ik ga daarheen in de groep wanneer jij mag komen, oké? Okay? Schot aanleggen. Oké. Rust op de boom laten. Goed in je schouder zetten. Door je vizier kijken. Rustig ademhalen. En als je hebt uitgeblazen, hou je heel langzaam de trekker over. Bang! Je bent dood! Hey! Kunnen hier overal snipers zitten? Kom er hierbij, hè? Oké. We gaan erop af. Go, 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 go! Taut.
met zijn voeten vast van die vuile verrader. Zet hem op zijn knieën. Kom, Lucas. Hou je bek! Ga naar huis. Hou je bek, verrader! Ik heb me nog gezegd dat je nooit de krijgsgevangenen moet vertrouwen. Je weet wat er gebeurt. Voor je het weet maken ze je af. Heb je dan niks geleerd? Wie is er dan de lul? Wie is er dan de lul? Ik! Kan ik weer een lijkkist voor je bestellen en je moeder bellen? Ik zal hem lopen op zijn kop. En als hij beweegt of als hij wat zegt, dan schiet hij neer, ja? Zijn kop. Thank you.